Hoi, ik ben Danielle en dit filmpje gaat over elektrolytstoornissen. Omdat het een ingewikkelde stof is en ik een beetje wil uitleggen hoe het nou precies zit, duurt dit filmpje langer dan je van mij gewend bent. Maar ik hoop dat je als het mechanisme snapt, dat je dan beter kan onthouden wat er gebeurt. Elektrolyten zijn geladen deeltjes die in ons lichaam zijn opgelost in een vloeistof. De belangrijkste zijn kalium, natrium, fosfaat, calcium, chloride en bicarbonaat. De eerste vier zullen we in dit filmpje behandelen. Elektrolyten krijgen we binnen uit onze voeding en hebben allemaal hun eigen werking binnen ons lichaam. Als onderdeel van homeostase willen we deze elektrolyten graag in een bepaalde hoeveelheid in ons bloed hebben. Als hier dan iets in misgaat, zul je daarvan klachten krijgen. Hoe meer de concentratie afwijkt, hoe meer symptomen iemand dan krijgt. Als de concentratie te laag is, dan wordt dat aangegeven met hypo. En als de concentratie te hoog is, aangegeven met hyper. De ontstaanswijze van elektrolytstoornissen zijn eigenlijk heel logisch. Net als met alles waar je te veel of te weinig van kan hebben, kunnen er drie verschillende problemen zijn. Het innemen of aanmaken, uitscheiden of afbreken, of verbruik of verplaatsing. Dit werkt ook zo bijvoorbeeld met geld. Bij een laag saldo krijg je te weinig betaald, inname, je geeft te veel uit, uitscheiden, of je hebt te veel op je spaarrekening gezet, verplaatst. In het lichaam gaat het eigenlijk net zo. Denk dan aan alle bloedwaarden die te hoog of te laag kunnen zijn. Rode bloedcellen, ijzer, etc. En dus ook elektrolyten. De hoofdlijn voor elektrolyten is vooral inname, uitscheiding, verbruik en verplaatsing. Dat komt omdat we ze niet kunnen aanmaken en niet kunnen afbreken. Dit zul je dan wellicht ook terug herkennen in de stukjes die hier nakomen. Dan gaan we het hebben over kalium, natrium, calcium en fosfaat. Laten we beginnen met kalium. 98% van al ons kalium bevindt zich intracellulair en zorgt hiervoor hele belangrijke processen. Het reguleren van celvolume, de pH, DNA-synthese, of het maken van DNA, en eiwitsynthese, maar ook het maken van een membraanpotentiaal. En dat membraanpotentiaal is de reden waarom onze zenuwen werken en onze spieren worden aangestuurd. Kalium krijg je, net als alle andere elektrolyten, binnen via je voeding. En de nieren passen zich hier dan op aan jouw intake, zodat ze kunnen uitscheiden wat je niet nodig hebt en dat er altijd genoeg kalium overblijft in het lichaam. Een te lage of een te hoge kaliumspiegel kan namelijk grote gevolgen hebben. Een hypokaliemie, oftewel laag kalium, kan ontstaan door drie dingen. Te weinig inname van kalium, te veel uitscheiden van kalium, of er is te veel naar intracellulair verplaatst, waardoor er minder overblijft in het bloed. Dit noemen we ook wel shift. Weinig inname komt eigenlijk niet zo vaak voor. Het zit in zoveel verschillende voedingsmiddelen dat het gewoon knap is als je te weinig binnenkrijgt. Wat wel veel voorkomt, is dat er te veel wordt uitgescheiden via de nieren of de darmen. Dat kan dan door diuretica, de plaspillen, diarree of braken en laxantia misbruik. Ook zijn er een paar syndromen waarbij het voor kan komen, zoals het syndroom van Cushing. De stroom van kalium de cel in kan worden veroorzaakt door medicatie als insuline of onderkoeling, hypothermie, of als de zuurgraad van het bloed, de pH, te laag is en dat noemen we dan alkalose. De symptomen van een hypokaliemie zijn spierzwakte, tot en met verlamming zelfs, hartritmestoornissen en dan met name hartritmestoornissen bij mensen die al een hartaandoening hebben. Een bekend voorbeeld hiervan zijn patiënten die digoxine gebruiken. Die hebben sneller last van een lichte hypokaliemie, waar andere mensen daar nog geen last van hebben. We kunnen het behandelen door kalium toe te dienen, via het eten of via medicatie, zoals kaliumdrank. Of door de oorzaak weg te nemen, en dat doen we door medicatie aan te passen. Een hyperkaliemie, oftewel een hoog kalium, ontstaat door te veel inname van kalium, een verlaagde uitscheiding van kalium of verschuiving van kalium naar extracellulair, waaronder het bloed. Een te hoge kaliuminname is meestal iatrogeen, oftewel door toedoen van zorgverleners. Een te hoge infuusstand van een kaliuminfuus bijvoorbeeld, of een te hoge dosering van orale kaliummedicatie. Beide kunnen dodelijk zijn. Een verlaagde uitscheiding kan ook voorkomen, bijvoorbeeld bij nierinsufficiëntie. De nier scheidt normaal kalium uit, en als de nieren minder doen, dan zal er ook meer kalium achterblijven in het bloed. Ook kan het door geneesmiddelen komen, die zorgen dat de nier minder kalium kan uitscheiden, zoals ACE-remmers en spironolactone. Er verschuift te veel kalium naar extracellulair, meestal als er ineens veel cellen tegelijk kapot gaan. Kalium zit dus normaliter in de cellen, en als die kapot gaan, komt het allemaal vrij. Dit kan bij brandwonden,
ernstige kneuzingen of bijvoorbeeld bij een overdosis van drugs. Symptomen zijn dan hartritmestoornissen en hartstilstanden. Het komt nogal eens voor dat door ECG-veranderingen hyperkaliëmieën worden opgespoord. De behandeling is inname verminderen door bepaalde voedingsstoffen te mijden, door meer uit te scheiden, bijvoorbeeld medicatie aan te passen of diarree op te wekken, en in een acute situatie met hele hoge kaliumwaardes wordt de patiënt gestabiliseerd met een calcium- en glucose-infuus. Dan gaan we nu naar natrium. Natrium bevindt zich in de extracellulaire vloeistof, eigenlijk het tegenovergestelde van kalium. Kalium zit juist in de cel en natrium juist buiten de cel. Natrium heeft door osmose een nauwe relatie met de hoeveelheid vocht in het lichaam. Een verlies van natrium uit het lichaam zorgt dan ook niet voor een lage natriumspiegel, maar voor verlies van water en daardoor een kleiner bloedvolume. Hierdoor zal de bloeddruk dalen. Omgekeerd zal een teveel aan natrium zorgen voor toename van het bloedvolume. Hierdoor kan hypertensie en oedeem ontstaan. Door het bloedvolume goed in de gaten te houden, worden de nieren aangestuurd om de natriumspiegel in balans te houden. Het RAAS-systeem speelt hierbij een grote rol. In de komende weken zal ik ergens het RAAS-systeem gaan uitleggen in een filmpje. Dat wordt dan het filmpje over hypertensie. Hyponatriemie, dus een laag natrium, kan ontstaan door te weinig inname van natrium, al is dit zeldzaam, er zit zoveel zout in ons eten dat zelfs bij een zoutarm dieet we genoeg zout binnenkrijgen. We kunnen ook zout verliezen via de nieren, dat is het geval bij nierinsufficiëntie en diuretica gebruik. En wat natuurlijk ook kan, is dat er eigenlijk niks met het natrium aan de hand is, maar dat het water de veroorzaker is van hyponatriemie. Als er relatief te veel water in het lichaam zit ten opzichte van natrium, zal er ook een hyponatriemie ontstaan. Dit kan door te veel waterinname, bijvoorbeeld bij excessief veel water drinken, zoals we zien bij de psychische ziekte psychogene polydipsie. Maar het kan ook iatrogeen zijn, bijvoorbeeld als een patiënt heel veel vocht krijgt via het infuus, of door ziektes zoals hartfalen en levercirrose. Ook kan er te weinig wateruitscheiding zijn, zoals bij de ziekte SIADH. Hierbij wordt te veel antidiuretisch hormoon aangemaakt, het antiplashormoon, waardoor mensen minder plassen en dus veel vocht vasthouden. Zoals elke elektrolytstoornissen worden de symptomen erger naarmate de concentratie meer afwijkt van normaal, maar bij natrium speelt ook de snelheid een rol. Als de afwijking in korte tijd ontstaan, zijn er veel symptomen. En als het heel langzaam gaat en al heel lang bestaat, zullen er minder symptomen zijn. Het lichaam heeft dan de tijd gehad om zich aan te passen. De hersenen zijn het meest gevoelig voor veranderingen van natrium en vocht. Vandaar dat er met name neurologische symptomen zijn. Verwardheid, dufheid, epileptische aanvallen, coma en zelfs overlijden. De behandeling is het water verlagen, oftewel een vochtbeperking. Of juist het natrium verhogen, door bijvoorbeeld een hypertoon natriuminfuus te geven, maar wel langzaam. Als je osmose stapt, dan snap je waarom dit langzaam moet. Als het te snel gaat, dan zal er veel te snel vocht vanuit de cel naar extracellulair gaan, waardoor de cel in elkaar stort. En als je dat dan indenkt bij een hersencel, kan je je voorstellen dat dit voor ernstige hersenschade kan zorgen. Daarom worden natriumcorrecties altijd langzaam uitgevoerd. Een hypernatriumie kan theoretisch gezien ontstaan door te veel zoutinname. Ook komt dat niet zo vaak voor. Want als je heel zoutrijk eet, dan kunnen je nieren dat eigenlijk meestal wel heel goed oplossen, namelijk door heel veel natrium uit te plassen. Ook kan er sprake zijn van te weinig zoutuitscheiding, maar ook dit is zeldzaam. Een voorbeeld is de ziekte van Cushing. Het meest waarschijnlijk is dat een te hoog natrium ligt aan het water. Er is er te weinig van, waardoor de natriumconcentratie stijgt. Uitdroging en braken zijn goede voorbeelden. Maar er kan ook bijvoorbeeld veel water verloren zijn, bijvoorbeeld na veel zweten of bij diuretica gebruik. De symptomen van hypernatriemie hebben weer vooral te maken met de hersenen. Verwardheid, dufheid, epileptische aanvallen, coma en overlijden. De behandeling is vochttoediening met een infuus met een laag natrium, oftewel een hypotoon-infuus. Dit heeft te maken met osmose weer. Je kan in mijn filmpje Transport over de celmembraan kijken. Hier wordt uitgebreid stilgestaan bij osmose. En dan gaan we het nog hebben over calcium en fosfaat. Calcium is belangrijk voor botten, tanden, bloedstolling en hartritme. Het zit in botten opgeslagen, maar komt ook voor in cellen, bijvoorbeeld spiercellen, waar het onmisbaar is voor spiersamentrekking. Het wordt geregeld door de bijschildklierhormoon, het paraathormoon, dat wordt afgekort tot PTH. Een teveel aan calcium plas je uit,
En bij een tekort aan calcium wordt er calcium uit je botten gehaald. Een hypocalciemie ontstaat als er onvoldoende calcium wordt ingenomen. Bijvoorbeeld bij te weinig melkproducten, wat niet gecompenseerd wordt met andere voedingsmiddelen. Ook kan er onvoldoende opname zijn, bijvoorbeeld bij een vitamine D-gebrek of bij een gebrek aan het aansturende hormoon BTH. Een hypocalciemie geeft heel vaak lange tijd geen symptomen. Als er dan wel symptomen zijn, zijn het vaak neurologische verschijnselen zoals verwardheid, depressie en hallucinaties. Of problemen met de spieren, zoals spierpijn, spierkramp en hartritmestoornissen. De behandeling is met calciumsupplementen, vaak gegeven in combinatie met vitamine D. Hypercalciemie ontstaat meestal door een teveel aan PTH, waardoor te veel calcium wordt teruggehaald uit de nieren. Dus in plaats van dat het wordt uitgescheiden, blijft het in het bloed zitten. Een overdosering aan vitamine D zorgt ervoor een verhoogde opname uit de darm en zo voor een hypercalciemie. Ook kan het voorkomen dat in het kader van oncologie een hypercalciemie voorkomt. Bij botmetastase waarbij calcium vrijkomt of als onderdeel van het paraneoplastisch syndroom. Hypercalciemie geeft vaak maar weinig symptomen. Met name gastro-intestinaal, zoals obstipatie, misselijkheid, braken, verminderde eetlust. Maar ook neurologische symptomen, zoals verwardheid, depressie en hallucinaties. Nierstenen bestaan vaak uit calcium. Dus als je veel calcium hebt, heb je ook een groter risico op nierstenen. De beste behandeling is de oorzaak wegnemen, wat deze ook mag zijn. Verder moet de patiënt veel drinken, waardoor de nieren meer calcium gaan uitscheiden. En verder kan medicatie zoals bisfosfonaten en calcitonine helpen, omdat de botten dan meer calcium vasthouden en waardoor er dus minder in het bloed terechtkomt. Dan de laatste, fosfaat. Fosfaat ligt opgeslagen in het bot, net zoals calcium. Maar ook in de cellen, waar het een rol speelt bij de energiestofwisseling. Het zit namelijk in het bekende stofje ATP, adenosine trifosfaat. Fosfaat wordt in het Engels met pH geschreven, vandaar de P in ATP. Hypofosfatemie ontstaat door verminderde inname, bij ondervoeding en braken. Door een verhoogd verbruik, bij diabetische ketoacidose, alcoholvergiftiging. En dat heeft eigenlijk te maken met dat het lichaam veel energie verbruikt om in leven te blijven bij deze ziektes, waardoor het veel ATP verbruikt en dus veel fosfaat. Symptomen van een hypofosfatemie komen eigenlijk alleen voor bij hele lage waardes. Dan krijgen patiënten last van spierzwakte die kan leiden tot coma en zelfs overlijden. De behandeling verder is meer inname van fosfaat, zo kan je oraal of IV fosfaat toedienen. Hyperfosfatemie is heel zeldzaam. Het komt met name voor bij mensen met ernstige nierinsufficiëntie die afhankelijk zijn van dialyse. De dialyse kan fosfaat niet goed verwijderen, waardoor het opstapelt in het bloed en dus een hyperfosfatemie ontstaat. Symptomen treden meestal pas op in de lange termijn. Het slaat namelijk neer op de wanden van bloedvaten en kan zo aterosclerose veroorzaken. En dat kan dan weer leiden tot onder andere hartinfarcten of herseninfarcten. De behandeling voor deze mensen aan de dialyse is de fosfaatinname beperken en fosfaatbinders geven, zodat het fosfaat niet wordt opgenomen in de darm. Nou, dat was een hele lijst. Ik hoop dat het een duidelijk filmpje was. Maar als je nog vragen hebt, laat dan een reactie achter onder dit filmpje. Bedankt voor het kijken! Wil je op de hoogte gehouden worden van mijn filmpjes? Klik dan op subscribe. En bekijk ook eens mijn afspeellijst Anatomie en Fysiologie, speciaal gemaakt voor het vak AFPF.